Grondwater word in verskeie maniere deur ondergrondse gesteentes en grondtypes beïnvloed. Die rotsstruktuur, grootte en vorm het allemaal een invloed op die beskikbaarheid van grondwater. Water sal bijvoorbeeld makkelijker deur sanderige grond vloei in vergelijking met ondeurdringbare rots, wat belangrijk is als ons aan die sanderige grond van Kaapstad denk. Een waterdraer is een ondergrondse formatie wat water stoor, as ook vervoer na en vanaf die grondoppervlak. Sedert die 2017-2018 droogte het die ontginning van water uit die Kaapse waterdraer beduidend toegeneem en word tans as een waterbron vir duisende mense gebruik. Boorgate is die manier waarop ons toegang verkry tot grondwater wat in waterdraers gestoor word. Boorgate is waterputte waaraan een pomp gekoppel is, wat water van onder na boe bring. Die waterdraer van die Kaapse vlakte en sy los, sanderige grond maak het makkelijk om boorgate en putte te sink. Al wat jy hoef te doen om een te kry, is om aansoek te doen en aan iemand te vra om een pomptoets in je omgeving uit te voer om die beskikbaarheid en kwaliteit van die water te toets. Suid-Afrika's grootste dam, die Gariepdam, bevat ongeveer 5 miljard kubieke meter water, wat ongelooflijk baie is. Om die grondwater in perspectief te plaas, het Suid-Afrika ongeveer 10 Gariepdamme se water ondergronds. Bijna die helft van die land maak staat op grondwater om te drink, wat die beskerming daarvan uiters belangrijk maak.